Wat is uw ervaring als u die schuring met uw eigen studenten opzoekt? Op een universiteit kom je om te leren. Dat betekent ook dat je moet nadenken over je eigen vooroordelen. Je moet geconfronteerd worden met andere ideeën, met andere theorieën, met andere manieren van denken. Zeker als je filosofie gaat studeren, maar dat hoort bij elke opleiding, bij elke studie zo te zijn. Je hoort jezelf te ontwikkelen door na te denken over. Wie je bent, over je eigen vooroordelen, je te interesseren in andersdenkenden, in andere denkbeelden. Als je dat niet van tevoren uitlegt aan studenten dat dat de bedoeling is, dan snappen ze het ook niet. Maar en... schrikt u van het feit dat die studenten blijkbaar een andere opvoeding of een andere leven tot nu toe genoten hebben, waardoor ze dat verleerd zijn of misschien wel nooit aangeleerd hebben? In het begin vond ik dat uh, opmerkelijk. Maar hoe verklaart u dat? Kijk, als je ziet bijvoorbeeld de sociale media, leidt er heel erg toe dat mensen uh, uh, hun eigen uh, gemak opzoeken, hun eigen gelijk opzoeken. En het juist weer, weer moeilijker is om geconfronteerd te worden met, uh, met andere denkbeelden.